Biodiversiteit, oftewel zoveel mogelijk verschillende planten, dieren en micro-organismen. De provincie werkt er actief aan om die biodiversiteit te vergroten. Bijvoorbeeld door een handleiding uit te geven hoe gemeenten zelf die biodiversiteit kunnen vergroten. En er zijn diverse Brabantse subsidies beschikbaar. In Brabant hebben verder, op initiatief van de provincie, veel gemeenten een diertje geadopteerd. We hebben de Gierzwijl geadopteerd voor 2010 en we hebben allerlei projecten lopen. We proberen in de bouwwereld te zorgen dat de Gierzwijl nestkasten ingebouwd worden in huizen. We hebben een hele week van de biodiversiteit gehad. Daar waren het ook steeds cadeautjes om weg te geven, als een soort relatiegeschenk. Het wordt zelfs ook officieel gebruikt bij de gemeente als relatiegeschenk. Biodiversiteit is heel belangrijk voor het leven. Ze zorgt bijvoorbeeld voor grondstoffen, medicijnen en voedsel, maar ook voor een goede water- en luchtkwaliteit. Maar biodiversiteit staat onder druk, onder meer door de komst van meer bedrijven, bebouwing en wegen. In Oosterwijk pakken ze het weer op een andere manier aan. Nou, we zijn allerlei plannetjes aan het uitwerken. In eerste instantie is meten hoeveel eekhoorns zitten nog in het buitengebied en in de overgang tussen buitengebied en het stedelijk deel. In tweede instantie weghangen van nestkastjes. En in derde instantie zijn we aan het denken om een brug te maken, een eekhoornbrug. En wat heel erg leuk is, we hebben in de Week van de Biodiversiteit hebben we samen een eekhoornbosje ingericht met wat buurtbewoners en de gemeente. En daar hebben we wat planten neergezet om die eekhoorn welkom te heten. Wij hebben met de gierzwaluw dat het een echte stadsvogel is. En we missen die stadsvogel steeds meer. Hij trekt weg uit de stad omdat er allerlei nieuwe gebouwen komen waar hij zich niet meer kan vestigen. En we moeten gewoon zelf iets doen om die gierzwaluw terug te halen. Het aantal eekhoorns holt erg achteruit. We hebben zeg maar gemeten een tiental jaar geleden, een tweetal jaar geleden. En uiteindelijk blijkt dat 40% van de eekhoorns is afgenomen. Want dan kunnen we zien het aantal nesten wat er minder zit in de bossen. We hebben onder andere heel veel nestkastacties. Ze worden gebouwd onder andere bij La Poubelle, een kringloopwinkel. En daar kun je ze kopen, maar ook allerlei bedrijven, organisaties brengen ze aan de man. En inmiddels zijn er in een half jaar tijd al 700 nestkasten verkocht. Wat hebt u met dat beestje? Ja, fantastisch dier als kind al. Hè. Dus die pluimstaart en ja, dat mooie koddige, een fantastisch mooi beestje. De provincie zorgt ervoor dat gemeenten in heel Brabant weten wat zij kunnen doen om de biodiversiteit te vergroten. Meer informatie op een speciale webpagina brabant.nl/biodiversiteit.